NTR. Dit is Niks te gek, een programma waarbij ik mensen met een verstandelijke beperking help hun wens in vervulling te laten gaan. Ik ben Ruurt Woltering en mijn wens is om met de zangeres van Within Temptation en of die van Epica een nummer te schrijven, op te nemen en er eventueel een video bij te maken. Wow! Epica! Het is gelukt. Nee, het is nog niks gelukt. Oh nee. Ik ben zo trots op je. Dank je wel. Echt. Welkom bij Niks te gek. Een programma waarin ik elke week iemand met een verstandelijke beperking help om zijn of haar wens in vervulling te laten gaan. En deze week is dat de wens van Ruurt. En Ruurt heeft een erg muzikale wens. Hij woont hier ergens in Leeuwarden en ik ga hem opzoeken, want hij heeft pianoles. Wow! Wow! Je had me helemaal niet binnen horen komen, nee, volgens mij. Nee. Goedemorgen. Nee, ik ben Ruurt. Ja, dat dacht ik al. Johan. Ja. Hi. Hi. Oh, jij bent zijn leraar dan, hè, denk ik. Prachtig. Dank je. Dit was volgens mij een nummer van Epica. Van Epica. Ja, Safeguard to Paradise van het album The Divine Conspiracy. Zo, wat leer jij Ruurt nou nog? Well, eigenlijk, he's been on my lessons for 5 years and he's learning all kind of things. He started with computer compositions. He made such a progress that actually after 2 months we just stick to the piano. Na 2 maanden al? Yeah, actually usually take about 2 years to accomplish this program, but his way of learning was quite fast. So, but it's nice to know that he's composing about 200 songs a year. Hé? Componeer jij zelf 200 liedjes per jaar? Als ik eenmaal met mijn hoofd in de muziekwereld zit, dan heb ik zoiets van, laat de wereld maar aan me voorbij gaan. Dit is wat ik wil. Nou ben ik hier omdat jij een wens hebt. Ja. Dus ik stel voor dat je even met me meeloopt naar de bus. Oké. Okay. Ja, Igor heeft een hand gegeven. Igor, dankjewel. Dank je. Kijk, Ruurt, hoe vind je die? Wauw. Zo, als wij even een zitje maken. Deze even uitgooit hier. Wel voorzichtig, hè, want het is echt een koe geweest. Oké. Okay. Wat is jouw wens? Nou, mijn wens is om met Sharon den Aalder van Within Temptation en of Simone Simons van Epica, zijn allebei zangeressen, ja, om met hen een nummer te schrijven, op te nemen en als het mogelijk moet zijn er een videoclip bij te maken. Ja, wat een hoop, joh. Wat wil je veel? Mm-hmm. Je hebt het wel in je hoofd zitten, hè? Ja, zeker weten. Het lijkt me wel handig dat we even één van die twee bands nemen, want als we allebei gaan doen, mm-hmm, dat wordt denk ik een beetje te veel. We gaan loten. Oké. Okay. Dat we maar gewoon even heel simpel wat blaadjes maken. Within Temptation. Zo. En de tweede band, dat was Epica. C-A. Ja. Kom maar. Met je hand. Eén van de blaadjes eruit halen. En welke is het geworden? Epica. Epica. Oh. Je bent meteen heel blij. Ja. Ja, dan gaan we iets regelen. Het is wel te hopen, mm-hmm, dat ze in Nederland staan. Ja. Zoek maar even op dan. Okay. Want jij kent die site uit je hoofd, hè? Ja, even. Oh, ik zie heel veel buitenlandse vlaggetjes, Ruurt. Ja. Deze vrijdag staan ze in Ballenstedt, in Duitsland, bij Rock Hard Open Air. Ballenstedt, waar ligt dat? Dat moeten we dan even opzoeken. Zo. Bij de B van Ballenstedt, K5, de 4K. EFGHIE. Dat ligt hartstikke ver weg. Ja. Want dat is in de buurt van Leipzig helemaal. Ja. Heb je enig idee hoe ver dat is? Meer dan 100 kilometer. Ik schat in zo'n 600 kilometer. Hou je er een beetje van, Ruurt, om 6 uur in een auto te zitten? 6 uur? Dat we niet nu gaan bellen en dat je straks zegt van ja, ik vind het eigenlijk te ver. God, dat vind ik. Dan doen we dat gewoon. Gaan we gewoon, als er niets anders op zit, dan gaan we gewoon naar Ballenstedt. Dus we kunnen gaan bellen. Oké. Okay. Alleen lijkt het me handig dat als je ze gaat bellen, mm-hmm, dat je nog niet vertelt wat je wens is. Dat, nee, is volgens mij veel te veel. Ja. Met Jeroen. Ja, goeiedag, Jeroen. Je spreekt met Ruurt Woltering van het programma Niets te gek.
Hi. Hey, ik vroeg me eigenlijk af, hè, want het leek me wel leuk om de band Epica een keer te ontmoeten. Ja, dat hoe kom je daar zo bij? Nou, ik mag niet te veel zeggen, omdat anders de verrassing ervan af is. Maar ik wou even laten weten, is het misschien mogelijk om, om ze komende vrijdag bij hun concert in de Ballenstedt in Duitsland te kunnen spreken? Verrassing zeg je. Ik word er al overvallen natuurlijk nu. Dan moet je even met de achterban in conclave. Ik ga even bellen en dan kom ik bij je terug. Is dat goed? Ja, het is goed. Oké. Oké, dank u wel. Hi. Dag. Hi. Hoi. Hi. Oké. Dus. Het is gelukt. Nee, er is nog niks gelukt. Oh nee, Maar je deed goed. Ja. Dat is wel. Die stap hebben we gemaakt. Okay. Je hebt het supergoed verteld. Ja. Nou, dan gaan we wachten. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het gaat lukken. Ja, hoop ik ook. Oh, dat moet hem zijn. Dat moet hem al zijn. Ja. Hallo, met Ruurd Woltering. Ja, we hebben elkaar net gesproken, toch? Ja, klopt. En wat weet je tot nu toe? Wij denken dat er wel even ergens een keer een momentje mogelijk moet zijn om, om backstage even gedag te zeggen. Dat zal er wel ergens na de show gaan zijn, denk ik. Dat is echt te gek. Ja, vind ik tof. Dat vind ik fijn om te horen. Ja. Dat is mooi. Nou, okay. Dan komen wij vrijdag naar Duitsland. Ja, dan komen wij vrijdag nog gewoon naar Ballenstedt. Oké, Ruud. Oké, dank je wel. Oké, alsjeblieft. Dank je wel, doei. Hoi. Klasse, man. Hoe woon jij? Ik woon begeleid zelfstandig. Begeleid? Ja. En waarom woon je begeleid? Omdat ik, in verband met mijn autistische stoornis. Oké. Okay. En je hebt een autistische stoornis. Wat is dat? Dat houdt in dat ik eigenlijk niet helemaal volwassen kan denken, onder andere. Dat ik in mijn hoofd nog eigenlijk gewoon een beetje 50-50 volwassen kind ben. Dat ik dan, dat ik dan eigenlijk... Ik zal waarschijnlijk nooit echt helemaal 100% volwassen worden in mijn hersenen. Maar is dat lastig? Want je kunt het wel benoemen dat je nog deels een kind bent. En dat vertel je eigenlijk als een volwassene. Ja. Is dat dan lastig om dat te beseffen dat je soms nog een kind bent? Nou, meestal wel, ja. Ja? Ja, maar verder... Waarom is dat lastig? Nou, dat kan ik niet echt in echt makkelijke woorden uiten. Maar ik heb er niet zoveel aan te denken. We zijn er. Ja. Nou, hier woon ik dus. Zo, wat ruim joh nog. Ja. Badkamer, berghok, slaapkamer. Ja. En klerenkast en zo. Keuken. En woonkamer. Zo, wat een luxe joh. En helemaal voor jou alleen. Ja, ook een piano zoals je kunt zien. Mooi balkon. Ja. En Ruurd, heb je misschien nog wat te drinken? Ik heb thee, koffie, fris. Lekker. Proost jongen. Nou, laat eens wat horen. I see an angel in the sky. She reaches out to me. The light around her shines so bright. Schitterend. Ja. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n nummer? Maximaal een dag of maximaal 1 tot 3 dagen. Echt waar? En dan ga je al die instrumentjes en die ritmes, die voer je zelf in? Ja, allemaal op gevoel? Ja, dus eigenlijk zijn het gewoon nog demo-recordings. Ik vind het wel mooi. Weet je wel, ik dacht alleen, als ik aan Epica denk, dan denk ik ook aan headbangen en dat soort dingen. Hm. Want dat is natuurlijk een beetje Epica stoer. Ja. En dan zie ik jou hier zo zitten, keurig in je overhemd, mooie broek. Ja. Ik denk, is nou niet echt een headbanger? Nee. Nee, daar heb ik wat voor. Wit of zwart? Ik denk dat dat we misschien zwart moeten proberen. Ik krijg koppijn van.
zie je in Duitsland. Ja. Ja? Tot vrijdag. Ja. Geniet er nog even van. Oké. Doei, hè. We zijn nu in Duitsland. Ja. 600 kilometer gereden. Eindelijk zijn we er. Om RPK te zien. Ja. Ja. Maar nu we in Duitsland zijn, ben ik natuurlijk wel benieuwd. Praat jij ook een beetje Duits? Een beetje, ja. Nou, laat eens horen. Heute sind wir auch die Rockhart Open Air Festival in Ballumstedt, Deutschland, für die Performance von RPK. Ja, en hoe heet het programma waar je in zit? Nichts zu verrückt. Niks te gek. Kijken waar RPK zit. Freedom Call. Dat is Knorkator, Skyforger, Paradise Lost, Desperados, ASP, RPK. Luister goed, gozer. Dit is jouw moment. Ja. Je gaat ze nu echt ontmoeten. Ja. Ben je klaar voor? Ja, zeker. Ben je zenuwachtig? Beetje. Beetje. Kom binnen. Ik heb hem! Hallo! Hallo! Hi, ik ben Ruud Wolting uit Leeuwarden. Hi. Hi, Ruud. Hallo. Hier zit de hele band en jij mag in de kleedkamer komen. Ja. Want je wilde ze ontmoeten. Ja. Wat zou je ze willen vragen? Oh, je hebt ze opgeschreven. Ja, ik heb vraag 1. Allereerst, hoe was jullie optreden van het begin tot aan het eind? Simone. Het weer was vandaag een beetje slecht, dus ik was bang dat het zou gaan regenen. Maar het is allemaal mooi droog gebleven, de zon kwam uit. En de fans zijn gaan crowdsurfen. Als het publiek het naar zijn zin heeft, dan krijgen we ook wel energie. En dat is een mooie wisselwerking. Ja. En ja, het was een mooi optreden. Hoe vond jij het eigenlijk van het begin tot het eind? Ik had echt helemaal mijn... ik had echt mijn bijna geen stem of gehoor meer over. Zo goed vond ik het. Ja, ik geef gewoon 5 sterren. Oh, 5 sterren. Hey. 5 of 10 of... Ze hebben een beetje haast. Ja. Want zij moeten door naar een volgend optreden. Ja. Dus ik stel eigenlijk voor dat je deze vraag even laat zitten. Oké. En dat je nu even komt met de vraag die je eigenlijk wil stellen. Die zij nog niet weten. Oké, nou. Ik ben eigenlijk hier toegekomen met de vraag... om eventueel met jullie, voor het programma Niks te Gek, een van mijn zelfgeschreven nummers zouden willen opnemen. In de studio. In de studio althans. Nou, Simone. Klinkt interessant. Laat maar eens horen, zou ik zeggen. Vind ik oké. Okay. Ik kan het ook een klein beetje op de piano spelen. Hoewel ik soms af en toe altijd wat fouten kan maken. I see an angel in the sky. She reaches out to me. The light around her shines so bright. Walk up the stairway to heaven. Believe me, I will never let you down. You only have to depend on me, and I'll be yours forevermore. I'll be yours forevermore. Gaat het? Ja, zeker. Ik heb alsof er een last van de rug af is. Ja. Nou, ik vind het heel goed. Ik zou zelf zo met al die mensen om me heen geen noot uit mijn keel krijgen. Nee. Het is nogal erg intiem als iedereen hier zo... Als je op het podium staat, is het heel anders, want er is zo afstand. Maar zo akoestisch, zo hier, zo... Ja. Daar is heel veel lef van nodig. Ja, ja. Zeker. Maar als jullie het nummer nou zo horen, wat vind je van het nummer? Van het nummer zelf? Het is catchy. Ja, na eentje luisteren hoor je al meteen. Ja, kun je met refrein al bijna meezingen. Dus. Okay. Nu is de grote vraag. Jullie hebben hem gehoord. Wat is het antwoord op zijn vraag? Willen jullie met Ruurt de studio in
om zijn eigen geschreven nummer op te nemen. Ja. Ik denk dat dat best wel gaaf gaat dat worden. Dat denk ik wel, hè. Ze hebben ja gezegd. Ja. Gelukt. Ja, het is gelukt. Ja. Gozer. Ja. Zie je? Ja. Van tevoren niks zeggen, juist op moment, ja. Vragen en je hebt fantastisch gespeeld. Juist. Heb je er zin in? Ja, zeker. Het gaat met een gevoel van genot en geluk. Ja? Ja. Nou moet ik ook zeggen dat ik heel benieuwd ben wat ze van het nummer hebben gemaakt. Want je had dat nummer natuurlijk zelf geschreven. Ja. Ze hebben daar alleen nog een iets meer epica sausje overheen gegooid. Ja. Dus heb jij het al gehoord? Nee, nog niet. Oh, dus jij weet ook nog niet wat het gaat worden? Nee, het is dan voor mij nog een verrassing. Maar ik denk wel dat het, ik zou zeggen, hoe beter, hoe mooier. Nou, we zijn er bijna. Aan het eind van deze weg is het. Ja. Ik kan de studio in. Ja. Dus box zou ik zeggen. Helemaal goed, jongen. We gaan ervoor. Let's do this. Ja. In- en uitademen. Ja. Komt helemaal goed. Oké. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi, Rob. Hoi. Goedemorgen. Dag, Ruud. Hi, Simone. Hallo. Hoe is het? Goed. Het is tot nu toe hebben jullie ook flink opgeoefend op het nummer, neem ik aan. Dag en nacht hebben we eraan gewerkt. Ja, dus dat is fijn om te horen, ja. Nou, er gaan een hoop werk in zitten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Aan het werk. Ja. Solo die sneuvelt dan? Ja. Weet ik niet. Ja, de gitaarsolo die sneuvelt dan. Ja, zo de... En doe ik eroverheen de... Hola en Simone. Bitte hier, kom maar bitte. Tussen 1, tussen 2, tussen 3, tussen... Echte rockers drinken chocomel of zo? Nou, Baileys. Ja, dat mocht je willen. Ja. Waarom drink je chocomel dan? Nou ja, voor een volle grunt. Ja, want, voor een wat? Voor een volle grunt. Wat is grunt? Beetje... Oh, dat. En ik maar denken dat rockers echt roken en alcohol drinken. Nee, maar gewoon chocolademelk. Nou, mannen, grunt er maar dan, hè. I shall fight with all my strength to hurt you down. So I shall die. Zo. Ruurt is beneden in de studio nog een paar keer dat nummer aan het zingen. En dat is natuurlijk zijn grote wens. Maar wat hij ook tegen ons had gezegd, is dat hij heel graag bij die single een videoclip wilde. Nou, daarvan hebben wij gezegd, dat kan niet, dat is veel te duur. Maar in dit programma is niks te gek. Knok, knok. Ik heb hier de volgende beelden. Die zijn net opgenomen in de studio beneden. Dankjewel. Daar is Ruurt aan het zingen. Dus die kun jij weer gebruiken voor de clip. Oké. Zo, even lekker happy eten. Mm-hmm. Gaat wel goed, hè, vandaag? Jazeker. Lukt dat? 1, 2. Hey, en hoe voel je je vandaag? Ik voel me gewoon echt alsof er een hele nieuwe ik ben ontstaan. Ja? Ja. Ik begon eigenlijk als een geheel... Ik was eigenlijk geboren als een autistische jongen. Maar nu ik eenmaal bezig ben geweest met Epica... voelt nu alsof ik geboren ben als een doodgewone jongen. Met een grote passie voor muzikant. Ja. Voor muzikant zijn en... En dat ik dat ook echt ben geworden. Nu je hebt laten zien wat je talent hier is en wat jij kunt, is het compleet. Ja, zeker weten. Nou, goed man. Kan gewoon niet beter. Nou, daar gaan we op eten. Zo, dat ruikt lekker. Lekker, ja. Hè? Wij hebben vandaag nog een kleine verrassing voor jou. Oké. Okay. Nog een verrassing? Want, ja, vandaag is de dag van verrassingen. Oké. Okay. Want Epica bestaat 10 jaar en wij gaan binnenkort een heel tof feestje geven. En dan wil ik jou de eerste uitnodiging voor overhouden. Oh. Wow! Het 10-jarige bestaansshow. Op 23 maart 2013, Klokgebouw Eindhoven, het eerste VIP-ticket voor Ruurt Woltering. Dankjewel! Hey, mooi man. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben nu, Ruurt, ja? Is jouw eigen nummer. Ja. Ruurt, ja. Daar zit je dan. Ja, tussen mijn favoriete band in. Tussen je helden. Ja. Maar eigenlijk ben jij de held, want jij hebt het nummer geschreven. Ja. Je hebt 2 dagen samen met Epica keihard gewerkt in de studio. Ja. Om het af te krijgen. Dus we gaan er nu naar luisteren. Okay. Maar we gaan er niet alleen naar luisteren, zoals jij denkt, maar we gaan er ook naar kijken. Oké. Zeven. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jepla.
luister dat. See an angel in the sky, she's reaching out to me. The light around her is divine. I see the ocean in her eyes, our thoughts will intertwine in the fullness of our time. Then she takes me by the hand and whispers in my ear. Walk up the stairway to heaven, we wander far beyond the stars. You only have to confide in me, and I'll be yours forevermore. Not knowing if I'm wide awake or if I'm fast asleep, what's going on? Her presence is taking over me, caught in a reverie. We know our worlds lie far apart. Then she takes me by the hand, and all becomes so clear. We walk up the stairway to heaven. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ik ben er gewoon ontroerd van. Ja, ik ook. Echt. Dit is jouw nummer, jongen. Jouw clip. Ja. Ik zei echt met mijn mond vol tanden. Ja, ik ook. Ja, sorry. Oh, man. Ach. Weet je wat het is? Ik ben een paar dagen met jou. Sorry. Geen niks. Je bent gewoon een paar dagen met Met jouw pad. Ja. Maar dan zie ik dit. Ik ben zo trots op je. Dankjewel. Echt. Je kunt gewoon niet anders voorstellen. Nou, laat hem maar uitkomen, laat hem maar uitkomen. Ja, nou, ik vind het echt geweldig wat jij hebt gedaan. Ja. Echt waar, ik vind het echt geweldig. Oké. Okay. Nou, je ziet maar Niks is te gek. Ja. En ook volgende week is weer Niks te gek, want dan is er een nieuwe aflevering van Niks te gek. Tot volgende week. Doei! Ben jij verstandelijk beperkt en heb je een spectaculaire wens? Nou, misschien wil je wel een keer een tatoeage laten zetten of een ritje maken op een olifant. Of misschien wil je wel bungee jumpen. Laat het me weten en stuur een mailtje naar nikstegek@ntr.nl. En wie weet zien wij elkaar binnenkort in Niks te gek. NTR, speciaal voor iedereen.